Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de GTA 5 heist. In de vorige aflevering hebben we natuurlijk heel veel gedaan, want we zijn naar het casino geweest om alles te observeren. We hebben de camera's gecheckt, we hebben de paswoorden gecheckt, we hebben mobieltjes gestolen en nog wat andere dingen. We hebben ook de camerabeelden bekeken van het casino en we zagen het geld en de kluis liggen. Wat we daarna hebben gedaan, we trokken samen met Jan naar het FIB gebouw waar we een hacking device hebben gestolen en ook hebben meegenomen. Het was een wilde achtervolging met de politie, maar gelukkig hebben we die afgeschud. Nu gaan we verder met de heist, dus doe allemaal een duimpje omhoog als je het leuk vond en succes met kijken. Ik kan wat leuke arcade machines kopen voor onze arcade hall. Ja, ja, dat moet sowieso. Dus wat wil jij het liefste hebben? We kunnen een race game pakken met sportauto's, met jeeps, met motoren. We kunnen nog minigames pakken. Wat wil jij hebben? Kan je niet gewoon alles kopen? Dat is misschien wel een optie, maar ik heb geen idee eigenlijk. Ik koop gewoon de duurste voor nu. Oh ja, doe maar. $410,000. Oh, dat heb ik in mijn binnenzak, joh. Ja, dat is allemaal niks, kijk, joh. Ja, als we een casino overvallen, betaald. Dan komt het goed. Kan ik een meerdere kopen? Zal ik het gewoon proberen? Ja? Gewoon alles vol zetten, joh. Kunnen we meteen de tweede video openen. Ik heb er nog meer gekocht, ja. ja, we bouwen het gewoon helemaal vol. Ik koop ook nog wel de Shiny Wasabi Kitty Claw. Oh, wasabi, jongen. Dat klinkt goed. Oké, confirm. Nou, ik heb 3 dingen gekocht. Ik heb geen idee waar dat precies komt te staan. Oh, ik heb uw wachtwoord gezien, hoor. Oh ja, dat maakt niet uit, jullie mag je zien. Waar staat hier de busje? Ja, en we hebben hier sowieso nu nieuwe machines om drones te besturen, dus dat is wel leuk. Oh, kijk, hierachter hebben we nog een extra werktafel, zoals je kan zien. Dus het begint er langzaam maar zeker wel op te lijken, maar ik ben nu benieuwd waar die machines zijn gekomen. We zijn boven, of niet? Ja, dat denk ik ook, ja. We beginnen ook voor de overval langzaam maar zeker onze crew samen te stellen. Dus je ziet al wat meer personen hier onder zitten. Die gaan ons natuurlijk allemaal helpen. Maar staan de machines er al? Moeten ze nog geleverd worden? Ja, ik ben in je bureau. Het ziet er ook wel heel mooi uit. Ja, ons kantoor dat begint wc... er meer op te lijken. De wc is ook heel mooi. Kom, Jan. Echt? Even kijken. Nou. Nou, vanaf een prantje word je, vanaf een plaatje word je niet vrolijk. Nee, ik kom daar liever niet in eigenlijk. Ik ook niet. Ik plas liever in een hoekje ergens. Oh. Staan de machines er al? Nee. Ah. Je bent gewoon... Nou, dan zullen ze later wel komen. Ik ben opgelicht. Ja. Ik heb het al door. Nou, er ging allemaal geld. Post ze zullen er later, later zijn. Ja, we zullen later wel even terugkomen. En hopen dat ze er staan. Ja, ik denk dat het handig is om verder te gaan met de voorbereiding. Want ja. We moeten nog motoren stelen. Want we hebben gekozen voor onze ontsnappingsvoertuig om motoren te nemen. En we moeten nog wapens zien te verkrijgen. Ik weet niet precies of we die gaan stelen of gaan kopen of wat dan ook. Ja, stelen. Maar ik denk inderdaad wel stelen. Dus als we op het prepbord kijken, dan kunnen we denk ik best beginnen met wapens, toch Ryan? Ja, met Uzi of zo. Ja, shotguns is niet handig. Ja, ik zou voor de Uzi gaan. Ja, ik ook. Voor de micro zip machine gun. Lounge, yes sir. Hoppa. We gaan ze stelen, we gaan ze inderdaad stelen. Daar heb ik wel zin in. Nee, ik ook. Even actie. Zorg dat je iets van body armor aandoet. Want ja, als we het gaan stelen, zullen ze ook wel terugschieten. Oh, maar ik word nooit geraakt hoor. Nee? Nee. Ik ben bulletproof. Oké, dat is goed. We zijn onderweg naar de Fakos Clubhouse. Ja. En daar liggen onze wapens. Ja. Ik heb wel alvast mijn wapen vast. Ik denk dat we op het moment dat we er zijn iets rustiger moeten rijden, Ryan. Moeten rijden. Komt goed. Ja, kijk, hij rijdt al rustiger, want we zijn er namelijk. Papa. Even een hekje pakken. Ja, ik zit vast. Lekker. Ja. Ja, je rijdt tegen een stoeprand aan. Nu rijd je tegen een hek aan. Ja, hoppa. Hier meneer. Hop, ja, gaat goed allemaal. Oké, we zijn er. Beetje rustig. Eens even kijken. Ja, er staan heel veel mensen. Stop maar hier. Oké. Okay. Oh. Dit valt ook niet op, hè? Nee. Oh, Ryan gaat weer slaan. Oké, ik schiet. Ah. Als jij gaat slaan, dan ja, dat moet, hè? Schieten.
Oh! Er gaat hij alleen nog naast je! Dat was precies een zombie die opstand. Ja! Kijk, dit. Leeft er nog een paar keer uit? Er leeft er nog één. Ik heb hem. Alright! Oké, okay, zijn dood. Zo! Ze hebben hier wel een mooie autootjes. Ah, ze hebben een mooie lowrider hier. Wauw! Die wil ik ook wel. Naar binnen toe. Binnen moeten de wapens liggen, dus ik ben benieuwd. Ja, ik hoop het. Wat treffen wij binnen meteen prank. Prank! Er was hier helemaal niks. Sorry dat we je hebben afgeschoten, maar... Oh! Dat spijt me. Nog meer mensen, oh nog meer mensen, ja. Oh. Wacht, op links ook nog. Rechts ook. Bedoel ik, sorry. Ja, nu ben je zeker. Oh, joh, ik ben bijna neer. Ik moet heel eventjes snel armor poppen, Ryan. Ja, eet even snacks of zo. Inventory, snacks eten. Hom. Body armor aan. Oké, okay, ik heb body armor aangezet. Dank u. Captor. Nice. Ook zit hij vast. Dat is ook dood. Oh, kijk uit! Zit er nog één naar de rechterkant? Hè? Clear. Clear. Ook neer. Zit er nog ergens één hier om de hoek, Chris? Ah, maar die gaat er zo aan, joh. Kijk hem rollen, joh. Ja. Maar pak even alle andere wapens en geld, man. Ja, wacht, ik zie wel noobs naar binnen. Wacht, hier. Oh, ik heb de wapens. Zo, die zijn dood. Oh, hier liggen nog meer wapens. Nee, het zat niet fik. Jan, je hebt een brandje gestookt. Ja, geen probleem. Ik moet even afmaken. Moet je niet doen bij het geld in de kleus, hè? Als ik er heen ga in de foto. Nu mag ik het doen. Dit is ook de enige keer gewoon. Oké. Ja, weg hier, man. Hop. We kunnen ook geen auto meenemen van hen. Nee, maar we hebben onze eigen auto staan, hè. Dus pakken die gele. Of een motor of zo. Ik vond die lowrider wel mooi. Ja, nee, daarom. Maar ik weet alleen niet of er nu vijanden komen, dus we moeten wel een klein beetje oppassen. Nou ja, sowieso niet. Ze zijn bang van ons. Weet je, ik neem gewoon die motor van ze mee, hoor. Ik vind het niet erg. Oh, jawel, er komen wel vijanden aan. Dus kijk uit, hé. Links en rechts. Ja, echt? Ja. Ik heb hier gewoon een dikke box achterin. Rij maar door, ik maak ze wel af. Rij maar door, want jij hebt de wapens namelijk. Ja, jij ook. Nee, ik heb maar één koffertje. Jij hebt een hele tas volgens mij. Oh, mijn band is lek. Oh, jij stapt anders maar bij mij achterop. Ja, ik denk dat dat het beste is. Nou, ik laat maar een heel klein stukje. Jo. Weet maar, Willy trekken, kijk. Woeie! Hey. Gelukkig hoeven we niet zo ver, dus dat is wel fijn. Nee, je zit rechtstreeks om de hoek hier, hoor. Ja, daarom. Nou, ik ben level up, joh. Oké, uit, vijand, motors. Yo, lekker. Hoppa. Je gaat niet meepakken. Ja, we moeten ze wel even afmaken, want anders weten ze natuurlijk waar onze arcadehal zit. Zo, ja, die doen het niet meer. Nee. Nee, die doen het niet meer, nee. See you next time. Hey, oh, nee. Stop nou met schieten dan, dat was niet, die hoorde er niet bij. Ja, sorry hoor. Hij leek erop, het was een camouflage. Hij lijkt erop, jij zit ook op een motor, ja, dan kan ik het ook makkelijk zeggen. Nee, we zijn er alweer. Hoppa! Ah. Zo doen we dat. Dat was wel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Ja, dat sowieso. Moet je vaak dit soort missies krijgen. Ja, ik vind het niet erg. Nee, ik ook niet. Dan is nu het enige wat we nog moeten gaan halen, zijn de motoren. Klopt. Want deze motor hier, ja, die was niet zo snel. Dus daar hadden we ook niet zoveel aan. Nee, ik hoop dat we dikke motors krijgen met dikke turbo's. Ja, gewoon echt knijtiekje snel, ja. Maar ja, het is handig, want als we dan willen ontsnappen, dan kunnen we gewoon de berg op rijden. Of dan kunnen we gewoon in een klein steegje rijden, waar natuurlijk de politie en de beveiligers en alles wat achter ons aankomt niet meer kan komen. Ik ga wel weer eventjes onze arcadehal in, Ryan. Oh, ja, kom ik even naar boven toe. Hey, joh. Zo! Struik! Yeah! Oké, in de auto stappen jij, want het is mijn duurste auto ooit namelijk. Mag ik de roze? Ja, ik neem de gele. Race and Chase. Even chasen, jongens. Race and Chase Street Legal. Ja, ja. Dat is pas een spelletje. Zit je erop? Ja. Oké. Oké, challenge. Ik challenge je. Oké. Moet jij hem accepteren? Heb je nog geaccepteerd? Ja, ja, ja. En nu? Vice Lights. Oh. Afterburn. Ik heb geen idee. Ik kies voor Afterburn, denk ik. Ja, ik heb geen idee. Vice City. Ik vind het helemaal goed. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Dit is ook de eerste keer dat we dit spelletje spelen, dus we gaan het zien. Ik zie hond. Ja, jij moet gas geven, denk ik. Nee. Of, we gaan! Ja. Oh, Jan! Geef me gas! Op go, hè? Op go! Zo. Mip, mip! Het ziet er echt zo raar uit, hè. Watch out! Ja. Oh, daar loopt iemand! Jan, oh, ja, je hebt hem geraakt. Ja, ik heb hem geraakt, jij niet, hè? Oh. Ryan ligt eerste nu. Dus kan je hem niet zien? Ja, ik zie jou voor me rijden. Ja. Heel ver voor me.
Ik heb hem ver gereden. Ik zit nu bij je, Ryan. Ja, ja. Echt? Ik heb hem ver gereden. Een fietser. Of nee, het is een motorrijder is dat. Waarom ga jij sneller? Wat is dit? Dan moet je... Ik heb een manier gevonden. Nee, echt? Hoe kan je sneller gaan? Moet je R1 drukken. En daar heb je! Nee, echt, zweer je, daar ga je van low, kijk, low high. Oh, naar high inderdaad. Oh, ja. Wauw. Ik drukte hem een paar keer in, ja, dan werkt het niet, nee. Nee, dat werkt het niet. Ik zie jou voor me rijden, jongen. We hebben nog 26 seconden. Ik haal je wel gaat wel snel. Ja, kijk uit voor die motor. Checkpoint. Dat is een finish. Oh. Nee, dat is een checkpoint. Oh, ik ga buiten de baan. Oh. Oh, ik heb een keer 5. Oh. Ik kom op jou voor. Nee, ik heb keer 6. Oh. Watch out! Oh! Ik heb hem vol geraakt! Hey, Jan, ik heb hem vol, ja! Nee, ik raakte hem vol, jongen. Dat is niet normaal. Je moet ook niet zomaar oversteken, hè? Wat is dit nou? Nee, dit is die race gaan. Ja, nee, daarom. Dan moet hij even gewoon wachten, hè? Wat is jouw score? 45.000. Oh, ik heb 30.000. Uh-oh. Zo, de space. Je gaat dit winnen, denk ik, als ik eerlijk ben. Wat is dit? Kunnen we ook toeteren? Wat is in San Francisco? Oh, San Fierro. Dat is San Francisco. Ja, het is volgens mij San Francisco, maar ze hebben natuurlijk andere namen, hè, voor de bepaalde steden. Watch out, ik heb hem ontweken. Checkpoint, dan krijgen we weer extra tijd erbij. Waar gaan we nu? Doen wie het eerst bij de 80.000 is? Ik heb de 80.000 al. Ik zit op 68.000, maar we zitten op dezelfde plek. Ja. Oh, Los Santos. Yo. Ja, dan heb jij gewonnen hoor. Los Santos gaan we nog eens doorheen. Oh! Dit is wel echt mijn geld waard hoor, dit. Oh, auto. Oh, ik heb een keer 4 zelfs nu. Mip, mip. Oh, ik zie jou rijden weer! Ja, ik was meteen een paal geknald. Oh, auto! Die heb ik ontweken. Nog een auto! Oh. Maar zitten we morgen nog te rijden, joh. Ja, maar we zetten hier gewoon een tijdrecord neer. Ik heb 100.000. Ik heb 90.000 nu. Ja, ik wacht even op je, ja? Yo. Dan heb jij volgens mij gewonnen, maar ik heb zo wel weer genoeg gereden, eigenlijk. Ja, als we... Hey, Jan! Hey, moet je al stoppen? Rijd die door! Ah, oh, ik wacht even. Wacht, ik rij even naar je toe, wacht. Ja, hier. Hey, Ryan. Hey, alles goed hier? Ja, doe je, hè? Oh, hij gaat er weer vandoor. Ja, even piepen met de bandjes. Hoeveel punten heb je? 139, ik moet 140 hebben. Ja, ik heb 140.000, dan heb jij 140. Gewonnen, ja. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Geen best. Ik ben trots op je. We zijn natuurlijk nog niet klaar, want wij moeten nog wat motoren gaan stelen. Ja. Nu is het wel zo dat we kunnen kiezen wat voor motoren. Oké, wil je voor een dirtbike? Wil je voor een motor met 3 wielen? Nee. Wil je voor een soort stunt sportmotortje? Of wil je voor een echte sportmotor? Nou ja, een echte sportmotor. Ja, of een dirtbike. Dirtbike is niet zo snel, hè? Nee. Hangt ervan af of we ook moeten. Of, ja, een driewieler is sowieso niet handig. Nee, dat is niet handig, nee. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind die namelijk wel mooi. Ja, doe maar iets. Oké, okay, ja, laat maar kiezen. Ik vind het best. Yes, sir. Alright, dan gaan we weer naar buiten toe. En dan gaan we eens even wat motortjes stelen. Ja. Oké, Jan. Ja. Rockford Hills Police Station. We zijn er bijna, hoor. Ah, weet je wat ik hoor in dit? Police. Police. Oh. Kijk eens aan. Waar staan de motoren? Wacht, zullen we eerst even rustig doorrijden? Oh, ja, we moeten rustig halen. Ik rijd er echt van naar binnen. Ja, geen idee of die politie achter me aankomt, hoor. Gaat die open? Oké. Nee, we moeten uitstappen, kom. Echt? Ja, die auto gaat niet naar binnen. Laten we hem hier ook gewoon staan. Ja, nee, daarom. Maar het is beter om niet te schieten nu. Want als de politie eenmaal gealarmeerd wordt, dan hebben we echt een probleem. Volgens mij gaan er hier veel staan ook. Ja, maar... Probeer niet te schieten, ja? Dat ik zal proberen. Mag ik wel slaan? Mag ik wel slaan? Oké. Als we eenmaal wegrijden, dan mag je van mij slaan. Maar we mogen niet gepakt worden, hè? Uh-oh.
We moeten eerst die voertuigen zoeken. Nee, maar we kunnen volgens mij wel gewoon rondlopen. Of niet? Volgens mij mogen we niet gepakt worden. Oh nee, ze zijn inderdaad aan het zoeken, ja. Kom, hier de motor. Oh, hier staat de motor. Hier, hier, deze kant op, deze kant. Wacht, we moeten met silencers, Jan. En ik weet niet hoe Buck. Kom maar. Ben je nou een silencer? Hier kunnen we toch wel langs rijden, of moeten we eerst even... Nee, we moeten wel eerst een auto verplaatsen. Wacht, let jij op, ja, let jij op. Oh. Oh. Ik dacht ik verplaats voor deze auto, want dan kan ik tenminste uit. Goed gedaan, Jan. Maakt niet uit, dankjewel, Ryan. Kijk uit, ze hier, uit de deur komen. Hier. Zo, zo. Hé, hey, die doet het niet meer, zo. Au, au. Ik roesten, joh. Au, au. Niet neergaan, hè. Ja, ik stond in de brand. Ik heb in ieder geval... Oh, hier staat jouw motor ook. Kom, kom. Echt? Oh. En die van jou staat hier ook. Ja, ik dacht, ik verplaats gewoon even rustig die auto. Ja, dat maakt lawaai, hè. Ja, maar dat, ik dacht, ze denken gewoon dat ik een politieagent ben met een masker op, maar dat was niet zo. Nee. Ik rij alvast naar buiten. Ja, dit zijn mooie motoren, toch? Ja, dat uitgekozen. Zeker weten. Ik vind dit wel mooie motoren. Nee, volgens mij gaan ze ook snel. Ja, dat denk ik ook wel. En ze kunnen een klein beetje sturen. Dat is, oh, dat is wel fijn. Rijden. Gas erop. Waar we moeten wel de politie heen? Eventjes kwijtraken. Ja, ik volg jou. Kan in de metro, hè? Oké, okay, je kan beter niet mij volgen, zo te zien. Kan je me wel een beetje verschermen, want ik ben bijna neer nu namelijk. Ja, kom, volg mee. Ja, ik zet snel body armor aan. Oké, okay, ik heb nieuwe body armor. Dan kan ik weer een klein beetje geraakt worden. Hij gaat echt een metro in. Tuurlijk. Dat is gewoon onze ontsnappingsmanier, want dat deden we net ook. Ja, naar rechts. Het is een beetje te ver. Als goed is, kunnen we tussen naar de links. Baasjes. Ja, want we hebben nu wel een motor natuurlijk. Ja, kom maar. Ja. We kunnen via de ondergrondse weg misschien naar onze... club gaan. Ja, ik rijd gewoon een stukje weg hier. Ja, kom wel ergens uit vanzelf. Dat hoop ik ook, ja. Maar de politie zit er wel nog steeds achter ons aan. Ze hebben... Klopt. Ik ben benieuwd wanneer ze ons dan kwijtraken. Pas op voor de tram, hè. Ja, pas op voor de tram, ja. Oh, ze zijn ons kwijt, Blijf maar stilstaan anders. Of... Hier kunnen we naar boven hier weer. Eruit. Nou, even wachten hier ook. Even een stukje achteruit voordat de politie dat station inloopt. Ik zet meteen zo even een waypoint op, Jan, kijk wat ik kan, hè. Mijn casino. Oh, we hoeven niet heel ver op zich, bro. Nee, we hoeven niet heel ver. Kijk wat ik kan, hè. Oh, je kan... Oh, doe maar. Oh, die motor valt ook bovenop je. Ik denk dat we nog wel... Wacht, we moeten nog een stukje achteruit. Kijk maar, ze komen de metro in. Echt? Kijk maar op je mapje. Ja. Ik moet even hier achter blijven staan, denk ik. Oh, ik ben ze kwijt. Ja, oké, dat is een flatspan hier, hoor. Dat is een flitspan met metro's. Hoe gaan we alleen het randje nog komen? Jij rijdt tegen me aan. Ja, nee. Ja, gewoon... Weet je hoe... Ja, ik ben erop. Was wel op, want er kunnen hier agenten rijden. Ik denk niet dat die heel blij zullen zijn om mensen twee motoren hier doorheen zien rijden, maar... Daar staan hier ook al pionnetjes. Even tussen de hekjes door. Op de thee, lekker bezig. Naar boven toe. Oh! Hey, je moet wel op je motor blijven zitten, ja, hè? Ik heb mijn rebase niet van de motor. Weet je waar we wel op moeten gaan letten? Op het moment dat wij de kluis hebben leeggeroofd. Ja. En we rijden weg, moeten we wel echt focussen op rijden. Ja, en niet op je plaat gaan, Jan. Nee, daarom. Want als je op je plaat gaat voor het echie, dan hebben we echt een probleem. Want dan ga je niet kunnen overleven namelijk. Nee. Je bent weer gevallen, hè? Nee. Jawel. Normaal niet. Nee, oké. Ik weet het bij jou nooit. Ik hoorde je sneaky een beetje lachen, dus ik dacht hij is weer op zijn plaat gegaan. Nee, maar ik ben er zelf ook gevallen, joh, dat is niet meer. Oh, dat is een snel motortje dit. Ja, dit is een goede motor hoor. Dit hebben we goed uitgekozen. Het is beter dan een dirtbike hoor. Of een Een triewieler. Een triewieler. Ik wist niet meer wat het woord was van een trike. Een triewieler. De motoren staan hier allemaal op een rijtje. Dus ja. Dat is in ieder geval gelukt. We hebben 4 stuks in totaal uit het politiebureau weten mee te nemen. En langzamer zeker, Ryan, begint het hier wel vol te staan, hè? Ja, kreeg een beetje meer, zeg maar, slechte plannen of zo. Jij begint je gewoon een bad guy te voelen. Ja, ik voel me echt een criminal. Ik voel me echt een criminal. We hebben nog wel wat meer om te doen, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Want nu begint het echte voorbereidingswerk. Want we hebben bijvoorbeeld nog keycards nodig om toegang te krijgen tot de beveiligde tunnel. Waarna we daarna weer natuurlijk door kunnen naar de kluis.
Oké. Ja, het is een klein beetje ingewikkeld. Maar we hebben in ieder geval die keycards nodig. Want anders komen we niet eens in de buurt van de kluis. Dus ja, laten we die missie maar starten. Want dan gaan we die eens even stelen. Yo. Op de snelweg waar we nu rijden, moeten we zo meteen een gevangenisbus tegenkomen. Ja, ik pak mijn wapen. En dan moeten wij de uniformen gaan stelen van die beveiligers daarvan. Hij reed op het linkervak. Ja, is die al dichtbij? Ja, ik zie hem volgens mij. Oh ja, dat is hem, maar ik kan hier nog niet keren. Oké, ik rij wel gewoon door, ja? Dat valt niet op namelijk. Dan keer ik zo meteen als het kan. Wacht, volgens mij reden er anonieme auto's. Oké, dan moeten we heel veel opletten, ja. Hier kunnen we keren, bro. Dus dan komen we zo achter hem. Handrem. Oh, wat doe jij nou, joh? Ja, volgens mij reden anonieme auto's, dus we moeten oppassen. Als ik er gewoon voor ga rijden en jij schiet de bestuurder af, dan zien we vanzelf wel welke auto's nog op ons gaan schieten. Strak plan. Het valt ook niet op, hè? Zo'n roze GTR die even aankomt rijden. Nee. Maakt niet uit, joh. We zijn Barbie. Je ziet hem. Je ziet hem. Okay. Heb je Uzi vast of iets? Kijk, volgens mij is dit hier een... Ja, volgens mij is het een anonieme wagen hier, hoor. Ja, we komen er vanzelf achter. Doe je ding. Ja, als ik raak schiet. Ja, je is uit. Ja, bestuurder is uit. Nog meer. Hij komt eruit. Au. Oké, we gaan naar binnen. Ja, opa. Er reden geen auto's bij, gelukkig. Nee, ik dacht dat er een andere. Ik kwam er even uit. Wagen. Yo, doe je? Op twee. Heb jij hem al? Ja, ik zit achterin. Ja, ik heb hem ook. Oh, we hebben al. Ja. Dat ging snel. Nemen we gewoon die bus mee? We moeten keren. Ja, we moeten nu naar de gevangenis ook echt toe. Ja, toch? Volgens mij moeten we indringen erin. Dat is wel een stukje rijden. Wacht, ik ga heel veel kijken op de kaart waar het precies is. Ja, dat is letterlijk die gevangenis, bro. Die ronde gevangenis daar. Maar ik weet niet of we de bus moeten meenemen of niet. Ja, ik denk dat het wel handig is, want dan valt het minder op. Al is wel het hele glas kapot, maar ja. Ja. We zeggen gewoon dat we zijn aangevallen, ja? Ja, struikplan. Na een lang ritje komen we aan bij de gevangenis. Yeah. Dus, ons verhaal is duidelijk, hè. We zijn aangevallen. Ja. Oké. Ik krijg gewoon op een netjes tempo erop af. Oh, rustig aan. Niet de slagbomen omver rijden. Ja, nee, kijk, hij doet hem al open. Lester die zegt ook dat we het rustig aan moeten doen. Easy, slowly. Oh, rustig. We gaan nog even gecheckt worden. Ja, ik rem hier gewoon af. Zo. Nou, wat is er hiermee met die bus gebeurd? We zijn aangevallen! Oké. Kan gebeuren, hè. Ik krijg gewoon rustig door als je het niet erg vindt. We zijn niet bekend. Oh, doe je. Oh, pas op. Ik ga even mijn wapen uithalen. Nee, juist die touwen, want er zijn hier wel heel veel bewakers. Pas op. Nee, gaat goed. Ik rij op een rustig tempo, hoor. Oh, met een toren. Oh, we moeten hier gaan zoeken, joh. Nee, een vraagtekentje. Oh, we moeten een rondje rijden, joh. Oh, wauw. En dan even een rondje van de zaal maken. Ja, joh. We verkennen de gevangenis eventjes. Oh. Ik rij rustig. Ik durf niet te hard te rijden, want ik meteen draait die aankomen, ja. Ik heb een gevoel dat ze ook al iets door hebben. Ja, met die smiek op jouw gezicht wel. Nou. Nee. Weet je wat er raar is? We gingen mensen gaan vervoeren en we zijn zo vroeg terug. Nee, want er zaten geen mensen in, hè? Ja, maar ze zijn dan wel vroeg terug, hè? Ja, maar ja, we zijn aangevallen. Ja? Daarom zijn we nu alweer terug. En er zaten geen gevangenen in die bus. Want de enige twee die we hebben afgeschoten waren twee agenten namelijk. Oh. Waar zijn de agenten? Wat zei je? Waar zijn de agenten? Ja, dat zijn wij! Oh ja, juist. Gaat lekker hè, Ryan? Ja, sowieso. Ryan die moet even wakker worden. Ja, oh, klopt. Even mijn wapen weg, pas op, doe je wapen. Ja, weet je wat, het is een kleed niet echt op een agent. Nee, ja, ik ook niet, dus dat scheelt. Nou, we gaan de toren in. Stukje lopen. Oh ja, ik mis de trap. Ja, la. Even een stukje omhoog lopen. Ja, ik moet zeggen, de wereld draait wel door hier. Ja, sowieso. Zal ik hem afmaken? Ja, maak hem maar af. Iemand die het merkt. Oké. Okay. Hey Jan, rustig aan. Ja, sorry. Ik moest hem even afmaken. Ik heb zijn keycard nodig. Ja. Pak jij hem ook? Nee. Ik heb er twee gepakt. We kunnen ook naar beneden springen gewoon. Hè. Ja, maar... Ze gaan ons niet doorhebben, denk ik, hoor. Gewoon... Zullen we gewoon die bus weer pakken? Ja? Ze hebben ons niet door, namelijk. Niemand heeft gezien dat we hem hebben uitschakeld.
Wil jij een stukje rijden? Is dat een goed idee? Nou, niet echt, maar... Nou ja. Doe je ding. We moeten hier naar buiten, hè? Nee. Ja, doorrijden. En dan hier ook nog doorrijden en dan weer naar rechts. Gewoon rustig eruit rijden. Iets rustiger rijden, bro. Je rijdt recht best wel hard, namelijk. Nee, het is gewoon 30, joh. Het zit hier dicht. Gaan we lopend eruit? Nou, kunnen we ook gewoon draaien, hè? Keren. Ja, maar dan moeten we helemaal omrijden. We hebben toch een uniform aan, hè? Ja, maar we kunnen hier niet gewoon... Nee. Kom, we gaan gewoon lopen. We hebben een uniform aan. Doe wel je wapen weg. Yo! Oh, ik heb een wapen in mijn handen. Oh, geen probleem. Hoe gaat het? Nee, doe dat niet draaien. Doe dat niet zo gek. Shit. You need to start listening to Uncle. Oh, rennen! Jan! Rennen! Dat... Oh my... Waarom kwamen ze opeens achter ons aan? Dat was jou. Kom op, start die auto. Jan, hou je klaar? Ja, ik helemaal klaar, ja. Oh, dit is hier een hek. Jan, kom. Ik kom eraan. Rennen. Blijf staan. Nee! Nee, oh, mijn band zijn ook lek. Mijn bandjes zijn ook lek. Oh. Ja. Oh. Ik kom er zo snel mogelijk aan, ja. Ik kreeg gewoon naar binnen, anders. Ja, maar dat staat helemaal vol, dus dat kan ook niet. Nee. Want ik heb mijn eigen wagen. Auw. Hij rijdt gewoon naar binnen, joh, die gek. Ja, klopt. Als die auto daar helemaal veilig staat, dan komen we wel weer buiten. Ik sta buiten rijden. Oh, ik ben net binnen. Ik heb een auto. Ik ga maar rijden, kom achter je aan. Oh, doe dat niet tegen mij. Ik trek je even naar hand. Yo, dank je. Ik geef gas, doei. Oh, mijn band zijn laat je aan. Ja, rijden. Als we eenmaal een beetje uit deze gevaar zullen zijn, is niet zo erg. Al mijn banden zijn lek. Stap bij mij eens, dan kom snel de hoek de berg hier op. Ik kom wel naar beneden, want dit gaat niet werken. Je kan hier nooit naar boven. Ik ben bijna dood. Ik kan niet klimmen, hè? Jawel. Oh. Kes! Ja, nu zit ik vast op dat redentje. Kes! Dit is afleiding. Ze denken dat we aan de ene kant op gaan. Maar nee, ik de keer om. Schiet Ryan, schiet! Oké, die zijn uitschakeld. Go. Die helikopter moet neer. Ik dacht serieus, hè, dat ze ons niet zouden herkennen gewoon. Maar in één keer kwamen ze achter ons aan, joh. Zo. Is de helikopter neer? Ja. Veilig uit de gevangenis ontsnapt en de keycards bemachtigd. Gaan we hierbij wel weer deze aflevering afsluiten. We hebben nog een aantal preparatiewerk te verrichten. Maar daarna, Ryan. Ja. Kunnen we naar de kluis gaan. Ja. En kunnen we gaan overvallen. Klopt. En eens even geld gaan verdienen, want het is nu wel echt nodig namelijk. Ja, ik heb een hoofdpijn dat we niet weten. Ja, die speaker is ook wel handig om van je gezicht af te halen. En ik denk dat we eventjes weer van outfit moeten gaan veranderen. Ja, dat denk ik ook. Want dit valt wel erg veel op, namelijk twee van die agenten in de arcadehal. Aan het drinken. Past allemaal niet zo goed bij elkaar. Maar we hebben het wel weer gehaald, dus daar ben ik blij mee. En we gaan natuurlijk zo snel mogelijk weer door om deze heist... Ryan? Nou ja, had je iets te veel gedronken, Ryan? Ja, dat valt echt heel goed op. Alright, nou, Ryan die kan niet zo goed tegen drank, dan weten we dat ook weer. Ryan die gaat heel veel herstellen en dan zijn we terug met een nieuwe aflevering. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei! Bye bye!